BMW Nederland is in augustus naar toe gekomen met de vraag van hoe kunnen wij eigenlijk de nieuwe BMW 3-serie op een innovatieve wijze aan het publiek presenteren. En toen zijn we aan de slag gegaan met eigenlijk alle afdelingen bij elkaar. We hebben de strategie vanuit zowel foto, video als digital bij elkaar gebracht. Wij zijn opnames aan het maken voor de onthulling van de nieuwe BMW 3-serie. Welke we onthullen op een speciaal platform. En momenteel maken we alle 40 video's die we van tevoren klaar hebben staan om de klant te bedienen als hij erom vraagt. Niet alleen het nieuwe design, het nieuwe ontwerp, maar ook alle innovaties die deze auto te bieden heeft. Zo om consumenten al in een vroeg stadium kennis te laten maken met de nieuwe BMW 3-serie. Het bijzondere aan dit platform is dat we mensen antwoord geven op de vragen die ze kunnen hebben over de nieuwe BMW 3-serie in de vorm van video. Op het platform kun je de online preview starten. Dan kun je je vragen intoetsen, bijvoorbeeld hoe ziet de achterkant eruit. De digitale assistent geeft dan gelijk antwoord op je vraag in tekst. Geeft de optie om wat details te bekijken. Maar je krijgt ook een stuk video te zien waarin ook daadwerkelijk die achterkant van de nieuwe 3-serie getoond wordt. En we hebben samen met BMW op 2 oktober hebben dus het platform ook onthuld. Op die dag is natuurlijk de auto zelf ook onthuld wereldwijd. Als je kijkt wat op die eerste dag al is gebeurd, dan heeft het platform al de verwachtingen overtroffen. Kijk, het mag duidelijk zijn dat je voor BMW Nederland en samen met BMW Nederland de onthulling van de nieuwe 3-serie mag doen. Hè? Dat is natuurlijk een geweldig project als zich al. Alles wat wij creatief vlak doen, hè, zit in dit project.